Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft gisteren in Nikeri de kick-off gehad van haar derde FTTH-project in het district Nikeri. FTTH staat voor Fiber to Home en is het rechtstreeks aansluiten van huishoudens en bedrijven op het glasvezelnetwerk. Met de kick-off van het FTTH-3-project zal Telesur de focus leggen op de districten, zegt Telesur-directeur Mike Antonius. Het bedrijf wil zich focussen op Nikeri, Marowijne en Brokopondo. Dit is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname, zegt Antonius. Ik geef het zo aan omdat we met name ook geconstateerd hebben in de periode van de pandemie hoe belangrijk het niet is geweest dat we goede verbindingen hebben. En in de gebieden waar dat nog niet het geval is, daar hebben de mensen dit best wel een stuk moeilijker gehad. Moeilijker gehad omdat wij 1 infrastructuur hebben, veelal in de gebieden die jaren terug is aangelegd. Een infrastructuur die gebaseerd was op het communiceren op afstand, het bellen. En vandaag aan de dag zien wij dat er steeds meer en meer een verschuiving plaatsvindt van het bellen naar datacommunicatie. En die infrastructuur, die verouderde infrastructuur, daar zijn wij niet toe in staat om goede datacommunicatie bij te leveren. Hier in Nikeri bijvoorbeeld hebben we nog veel hangkoperlijnen in verschillende gebieden. Antonius gaf verder aan dat het noodzakelijk is de hangkoper van Nikeri te vervangen met glasvezel. President Chandrika Persat Santokhi vindt de tijdlijn van het project helemaal overeenkomen met de lijn van het beleidsplan van de regering. Waarbij we gezegd hebben 2 jaar herstelfase, 3 jaar IMF-programma en 4 jaar meerjaren ontwikkelingsprogramma MOP. En we zijn uit die crisisfase, we zijn uit die urgentiefase en we gaan nu naar de stabilisatie- en groeifase. Meer productie. En we zijn gestart deze in het westen. Maandag zit ik in het oosten. Zelfde project ga ik launchen op Mungo. Prachtig, directeur, minister. Tapa Maronde, je ontsluit Marwina naar een glasvezel. Dat is toch geweldig. En dat is wat we gaan voortzetten. Het brengen van ontwikkeling in deze fase. Het brengen van productiebedrijven. Het creëren van werkgelegenheid. Telesur heeft een periode van 3 maanden uitgestippeld om het project af te ronden in Nikeri. Het startsein is gegeven in Paradise en zal van daaruit naar de andere delen van het district worden uitgebreid.